Omdat we net zo uitgebreid aan het praten waren over het rivierengebied, dacht ik, ik wil jullie nog even een kleine update geven over een hele belangrijke ontwikkeling die daar gaande is. Ik wil even weten wie van u is aan het werk in de grotere wateren, dus primaire keringen en riviersystemen. Oké, en wie van u is in regionale systemen aan het werk? Kijk, het is een beetje half om half. Dus dat is. We zijn voor Rijkswaterstaat zijn we bezig om te kijken hoe we nou die vegetatie in de uiterwaarden beter in kaart kunnen brengen. Om een beter beeld te hebben van wat is er eigenlijk nu op dit moment aan de hand. En als je naar buiten kijkt, dan zie je al, er staat wat struiken tussen het gras. En dat ontwikkelt zich. En daar hadden we net ook al die hele natuurontwikkeling, daar hebben we een hele discussie over. En dan is dat nog. In check met hoe het eigenlijk zouden willen hebben volgens de vegetatielegger. Daar gaan we natuurlijk van uit. En die vegetatielegger is voor het hele rivierengebied, alle blauwe lijntjes eigenlijk beschikbaar. Maar ja, die wordt maar één keer in de 6 jaar geüpdate. Dus na een paar jaar ben je eigenlijk een beetje de tel kwijt van wat er nou aan de hand is in het veld. En dat is nogal een uitdaging, want we hebben natuurlijk een heleboel eigenaren in die uiterwaarden. Dat zijn er maar een stuk of 12.000, heeft Rick Kuglijn mij ooit eens verteld. En dat uiterwaarde vegetatieteam, is een man of 16? Zoiets? Zo, ongeveer. Nou ja, dit is een wat iets oudere slide, maar dat is natuurlijk wel een uitdaging om dat even allemaal te checken. En en moet je dan gaan grazen of moet je gaan naaien? Die vegetatielegger die bestaat uit allerlei klasses. Als u in het riviergebied is het wel bekend. Die allemaal een verschillende ruwheid hebben. En die kaart is behoorlijk rigide daarin. Dus waar iets staat, daar moet iets staan. Want dat heeft ook te maken met alle hoogwaterberekeningen die erop gebaseerd zijn. En gelukkig hebben we een heleboel satellieten tegenwoordig om onze aardbol heen vliegen. Zodat we dat in kaart kunnen brengen op een vrij goede resolutie. En data komt eigenlijk zo'n beetje elke 5 dagen binnen. Dus je kan eigenlijk de dag van gisteren kan je bekijken. Nou, dat is natuurlijk heel wat ten opzichte van een kaart van 6 jaar geleden. En wat we dus doen is dat we die satellietbeelden analyseren, gebruik maken van een handig platform dat Google Earth Engine heeft gemaakt. Dat heet Google Earth Engine. Dan kan je in de cloud dat snel en efficiënt klassificeren. Zo ziet dat eruit. Dat is met code, open source, gratis beschikbaar. En je kan dus die vegetatieklassen vergelijkbaar met de legger klassificeren. Nou ja, dit is een beetje onhandig voor eindgebruikers. Dus daar is een webschil omheen gezet. Die is ook op uw tablet of uw mobiele telefoon toegankelijk. Dus we kunnen straks misschien buiten in het veld nog eens even kijken hoe dat erbij staat. En die geeft eigenlijk een vergelijking tussen de klassificatie van dat huidige satellietbeeld met die legger. En is er nou te veel vegetatie, dan wordt hij rood. Is er minder, omdat je nog niet bij die wettelijke grens bent, dan is hij groen. Dus dat geeft een beetje ook weer van wat kan je aan ruimte nou laten zien. Dit is een stukje Millingen Waard. Hier zijn die stroombanen ook erin. Nou, je ziet, dit is een beeld waar nog wel wat ruimte is op dat stuk. Maar hier zijn ook wat stukken die wat rood zijn. En dat is natuurlijk wel interessant, want dan kan je kijken van nou, waar ligt dat hem dan aan? En wie is de perceeleigenaar? Zullen we die eens even bellen om eens even samen in het veld te gaan kijken wat er aan de hand is en of daar moet worden ingegrepen? Moeten de koeien anders gestuurd worden? Dat soort vragen. Die data kan ook gedownload worden. En dat is dus wat er nu gaande is. Dit ga ik niet vertellen. Ik heb even snel wat slides bij elkaar gehaald, want ik dacht, ik wil dit jullie even laten zien. Om te laten zien dat er dus een heleboel helpt in dat soort analysetechnieken, om die onzekerheden over van ja, hoe staat het er nou bij en zou het nog kunnen voldoen aan de eisen die ik heb voor mijn waterveiligheid. Dan helpen dit soort dingen om het objectief te maken en het vlakdekkend snel in beeld te krijgen voor een situatie waar we nu mee aan het werk zijn. Dus dat is even heel in het kort. Jij bent de opdrachtgever voor 11.9. Ja, mede. Kijk jij als mede-opdrachtgever nou naar deze toezicht? Ik bedoel, hebben we vorig jaar voor de eerste keer echt resultaten kunnen geven in het hele uiterwaardegebied. Mijn collega Joshua onder andere hard aangewerkt om echt cijfers te krijgen. Maar dus we hadden echt geen idee. Ja, je had wat luchtfoto's en één keer om de 6 jaar ecotopenkaarten, maar dat is het dan.
Nou ja, nu kun je eigenlijk om de 3 dagen checken. Om de 5 dagen ligt er even aan of je wolkenvrije beelden zo hebt. Hoe het erbij ligt. En ja, het feit dat dan is ook als je iets afspreekt met een natuurbeheerende organisatie of een aannemer, dat je het ook kan controleren als het ware. Als je snel door het veld in gaat, is die dingen aan te laten wegkomen. Dat is ook een tweede buitenlap, dat je dan weet of mensen voldoen aan de leggen. Ja. Die mensen voldoen aan leggen en je kan beter met weer omgaan. Dat is zo'n toetsingsdoel. Ja, dat is een website, ik zal hem straks even opschrijven, dan kunnen we ermee verder. Kunnen we terug naar de andere presentatie?